Welkom collega's, hierbij een korte instructiefilmpje waarbij ik drie oefeningen ga uitleggen waarmee we de rug kunnen trainen, kunnen de nek en de pols. En waarom we deze drie spiergroepen eigenlijk soepel willen houden en willen trainen is dat we op dit moment in plaats van voor de klas of in de sportzaal staan, redelijk veel achter ons bureau zitten, mailtjes beantwoorden, huiswerk nakijken, naar online lessen geven. Daarbij ga ik zo meteen de eerste oefening van ons onderrug uitleggen. Nou, dat is in ieder geval de welbekende plank. Plankvorm is in principe een algemene oefening waarbij de gehele core traint, dus grotendeels onderrug, onderbuik. Ik ga hem op dit moment eventjes een keer voordoen. Wat we doen is, je gaat in een rechte plankpositie ga je liggen, waarbij het belangrijk is dat je geen holling of bolling creëert. Op het moment dat je dus in een rechte plankpositie zit, ga je deze 30 seconden vast. Voel je hem in die 30 seconden te veel naar je onderrug trekken, stop je gelijk. Want op het moment dat je in die 30 seconden dus te veel je onderrug voelt, betekent dat je niet meer vanuit je buikspieren, maar vanuit je onderrugspieren gaat pakken. En dat is gewoon verkeerd. Dus kan je het 30 seconden volhouden, ga je gewoon voor de volle 30 seconden. Lukt die 30 seconden, pak je tussendoor rust. Na die rust probeer je hem weer 30 seconden. En je rust kun je variëren van 30 seconden tot een minuut. Heb je dit drie keer gedaan, ga je rustig aan door naar de volgende oefening. De volgende oefening is eigenlijk een nekoefening. Pak je ook een stukje rug mee, grotendeels nek. Wat belangrijk is, je gaat in een rechte houding bij staan, navel trek je iets naar achteren, waarbij belangrijk is armen langs je lichaam. Wat je gaat doen, je rechterarm gaat omhoog, je brengt je armen naar achteren, je probeert zo ver mogelijk. Deze variatie probeer je 10 keer te doen. Heb je hem 10 keer op de ene manier gedaan, ga je hem 10 keer op de andere manier. Heb je dit beide kanten gedaan, pak je ook een korte break. Na die break ga je hem nog een keer doen. Altijd 10 keer de kant. Na die 10 keer weer de andere kant. Dit pak je in totaal ook 3 setjes. Als het allemaal goed voelt, ga je door naar de volgende oefening. Dat is een polsoefening. Op dit moment heb ik geen gewicht bij me. Maar je kan het gewicht kun je zelf maken door een drinkflesje, je kan een dumbbeltje kun je pakken van een kilootje. Dus dat is in principe niet zo heel belangrijk. Wat wel belangrijk is, dat je arm voor je houdt, pols in een mooie rechte lijn houdt. En wat je gaat doen, je gaat een mooie soepele beweging maken in je pols. Ga je 10 keer heen en weer. Voelt het eerste setje goed. Ga je gelijk naar je linkerarm. Ook heel belangrijk dat je een mooie rechte voelende beweging maakt. Belangrijk is ook dat je inderdaad dat je, je pols niet naar links of naar rechts houdt. Een andere beweging maakt, dus ik wil dat een mooie rechte lijn eigenlijk zien. Voelt dit goed, denk je, ik voel hier vrij weinig van. Kun je dus in principe een half kilootje of een kilootje pakken. Dat kun je dus nogmaals doen door een drinkflesje vast te pakken. Of een dumbbeltje, dat kan een kettlebell zijn, nou, je kan zelf je gewichten dus ook bepalen. Ook het belangrijk is 10 zuivere rechte oefeningen te maken. Nou collega's, ik hoop jullie in ieder geval wat goede instructies hebben kunnen mee te geven. En ik wens jullie heel veel succes en